Enkele maanden geleden werd de burgemeester al voorgedragen voor deze onderscheiding. Toch hebben zijn medewerkers dit goed geheim weten te houden en voelde hij pas nattigheid toen hij woensdagavond zijn kantoor uitliep. Zijn gezin stond hem op te wachten en een volle zaal met collega's en bekenden stond gereed voor de uitreiking. Daarom voel ik mij ook persoonlijk bijzonder vereerd dat ik mag meedelen dat Zijne Majesteit koning Willem-Alexander het heeft behaagd om jou, Hubertus Maria Franciscus Bruls, te benoemen tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. En ik vind het een eer dat jouw officier ze daarbij mag opstellen. Dank. Nou ja, in een flits ging door me heen al de honderden mensen die ik zelf in al die jaren een onderscheiding mocht geven. Wat voor een blije verrassing het is en hoe je dan voelt. En het is ja, de combinatie van verrassing en enorme eer. Ik vind het echt een enorme eer om zo onderscheiden te worden. Ja. Nou, het is eigenlijk een eerbetoon, in dit geval aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Er is ook een hele lange weg te gaan voordat je een koninklijke onderscheiding krijgt. En eigenlijk je verdiensten als je officier wordt, want dat is de burgemeester Hubert Bruls geworden, dan moet je wel uitzonderlijke verdiensten hebben. En die zitten bij hem vooral op natuurlijk de crisis besturen, tijdens crisissen besturen. Daar ook het Nederlandse bevolking in meenemen in de besluiten die genomen worden. Dat is één. En twee is dat hij ook nog internationaal actief is, onder andere in het grensregiogebied Noord-Rijn-Westfalen. En natuurlijk nog een hele hoop andere verdiensten. Maar dat hij officier is geworden heeft vooral met deze twee dingen te maken. Had u het verwacht? Nee. Ik ben net als al die anderen toch met geniale trucs en listen hierheen gekomen om het mond van de moeder foto genomen worden. Ik had totaal niet verwacht. Pas eigenlijk toen boven iemand tegen me zei, je mag nog niet naar beneden. Nou, dat zeggen er niet heel veel hier, hoor. Ik denk, waarom mag ik nou niet naar beneden? Hiervoor dus, geweldig. Hoe was dat om zo lang op de tong te moeten bijten? Nou, dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Wij kunnen heel goed geheimen bewaren. Dat zijn we natuurlijk wel gewend, hè, met Hubert. En we spelen onze rol. En dat ging eigenlijk heel goed. Dus het ging heel goed. Het onverwachte vaak voor mensen, bij in dit geval de burgemeester van Nijmegen, was precies hetzelfde geval. Hij wist van niets en het is altijd een feest om dat te zien. En ja, wij kennen elkaar natuurlijk persoonlijk. En dan is het wel heel mooi om dat te mogen doen.